Goedenavond, Meteo Neder-Betuwe presenteert de weersverwachting van zaterdag 6 juni. Het is even geleden dat we de vorige weerpresentatie gedaan hebben. En dat heeft er eigenlijk alleen maar mee te maken dat de vraag toch was om één keer ongeveer in de twee dagen een weersverwachting te doen. Of op het moment dat er wat grotere verschillen zijn. Vandaar nu de nieuwe weersverwachting. Even voor de planning die ik een beetje aangehouden, de weersverwachting op zaterdag hoop ik te doen, maandagavond en woensdagavond, donderdagmorgen, dat ligt er een beetje aan. Rond die tijd kun je over het algemeen een nieuwe weervideo verwachten. En het kan dus ook zijn dat ik, als er bijzonder weer aan zit te komen, eentje er tussendoor doe. Nou, we hebben bijzonder weer achter de rug. Vooral gisteren, toen het toch even fors regende af en toe, toen viel er uiteindelijk ook 9 mm. Nou, de plaatselijke verschillen waren groot. Hè. Zo viel er zo'n 5 km verderop, bijvoorbeeld 12 mm. En een stuk naar het zuiden viel er zelfs richting de 20 mm. Dus de neerslaghoeveelheden waren aanzienlijk. En het is heel erg fijn dat er in ieder geval wat aan de droogte gedaan wordt, hè, om het zo te zeggen. Nou, gaan we ook even kijken naar het weerbeeld wat dat gaf. Dit is een foto van vandaag. Ja, een prachtige, schitterende foto. Ik ga even iets meer aan de kant, want dan zien we ook hier zo de regenboog. Hier die bewolking, hè, dit zijn echt die luchten die we zien met dit soort weer. Noordwest, west, die wolkenluchten, die felle wind en af en toe die neerslag. Nou, deze is gemaakt op Engelsmanplaat door A.R. Dijkstra. En die heeft ook deze foto gemaakt terwijl hij aan het wandelen was. Schitterende luchten. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dit weer toch wel heel erg mooi vind. Zon, warmte is natuurlijk prachtig. Vinden we met elkaar ook heel erg mooi. Maar ja, dit weer is toch wel heel erg fijn weer ook. Zeker nu even ertussendoor. Nou, dit is het weer van vandaag. Gemaakt deze foto door Nicky Wagenvoort uit de Zenderen. We zien hier ook weer die toch wat ruimte voor de zon op een gegeven moment, toen die buien even wat minder waren, maar ook vandaag her en der best nog wel hele pittige buien waar best nog wel wat neerslag uit viel. Goed, en nog even van die kwam ik tegen, vond gewoon een prachtige foto om te laten zien. De buien zijn druk in de weer om honing op te halen, althans om de honing op te maken zeg maar, ze halen de nectar op en maken daar de honing van. Ja, schitterend. Wat voor weer het ook is, hè, het weer beïnvloedt absoluut bepaalde ontwikkelingen. Nou, de bij is dus heel erg druk bezig. Eigenlijk ook voor ons natuurlijk net zo goed, zodat wij er weer lekkere honing van kunnen eten. Dus het is ook weer goed dat wij deze beestjes ook weer voeding geven. Hè. Zo krijgen we een soort de kringloop. Gaan we kijken naar de weerkaarten. Nou, wat we hier zien is de weerkaart van vandaag. We zien daar het lage drukgebied ten noordwesten eigenlijk van Nederland en dat komt onze kant op. We zien eigenlijk die storing die hier ligt, hier zo, die ervoor gezorgd heeft vandaag dat we ook wat buien hadden. Nou, ook nu kan er nog wat regen gaan vallen. Dat geldt ook voor komende nacht. Dan komt dat lage drukgebied eigenlijk met de kern boven Nederland te liggen, storingen die ook over het land trekken. Nou, er kan wat lichte regen vallen komende nacht. Niet heel veel neerslag wordt er verwacht, maar toch wel wat regen. Nou, het koelt dan af naar een graad of 9 à 10. De wind die waait uit het zuidwesten en die is matig tot soms zelfs vrij krachtig. Windstoten kunnen daarbij voorkomen tot richting de 50 km per uur. Nou, die wind die draait morgen namelijk. Dan trekt dat lage drukgebied eigenlijk richting het noorden zo'n beetje weg en dan... Ja, dan gaat het ook iets rustiger worden qua weerbeeld. Morgen nog echt wel kans op buien. Ook buien met onweer. We zien natuurlijk ook hè, die storingen boven ons land liggen. En ja, morgen temperatuur die uit gaat komen. Ja, een beetje op een graad of 15 ongeveer. Misschien nog wat warmer. Dat ligt er ook een klein beetje aan. Eigenlijk hoeveel we te maken krijgen met buien. Zijn er buien? Ja, dan is het toch echt wel... Graadje 15 is het wat meer zon, dan kan het oplopen richting de 18 graden, is het wat warmer. Nou, weer een matige wind uit westelijke richting. Nou, hoe gaat het dan vervolgens verder? Dat lage drukgebiedje, dat is
Aanstaande maandag is dat nog noordelijker getrokken. En we zien eigenlijk daarboven een hoog drukgebied liggen. Dat lage drukgebied dat zorgt maandag ervoor dat we nog te maken hebben met een enkele bui. Temperatuur die op gaat lopen richting de 17, 18 graden. Het wordt wat warmer. En wat we hier eigenlijk zien zijn een paar dingen. En die gaan bepalend zijn. Hier dit hoge drukgebied, dat blijft daar liggen. Hier dat lage drukgebiedje. En dat lage drukgebiedje gaat de komende week ook nog wel een beetje het weerbeeld bepalen. En hoogdruk. En die gaat op een gegeven moment gezamenlijk met deze hoogdruk eind volgende week het weerbeeld bij ons bepalen. Nou, wat zien we gebeuren? Dit is dus maandag. Dit is dinsdag. Daar zien we eigenlijk dat we hier een beetje in een niemandslandje terecht zijn gekomen, dit stuk. Dat betekent ook vrij rustig weer. Graadje of 18 en het is even tijdelijk droog. Geen storing in de buurt, lekker even wat rustiger. Nou, laag druk nog daar en hoge druk daar. Een beetje hetzelfde plaatje verder. En wat we hier dus zien is, waar ik het net over had, eigenlijk lage druk die toch nog een beetje in de buurt blijft. En dat betekent ook dat we van woensdag, donderdag en ook vrijdag nog echt wat te maken kunnen hebben met wat buien. Niet heel veel neerslag, maar toch, we blijven gevoelig voor neerslag. Dan ook temperaturen die zo rond die 18, 19, misschien 20 graden komen te liggen. En dan dat hoge drukgebied, waar ik nu verder even geen nieuwe weerkaarten van ga laten zien, maar dat hoge drukgebied komt hier te liggen en dan gaat de stroming op. Is die eerst nog westelijk, hè, een beetje zo, deze kant op, maar hij draait om en dan gaat hij vanuit het oosten, noordoosten stroom, de lucht en de wind. Nou, wat zien we? Dat zien we ook dan gebeuren bij deze grafiek. Eerst nog behoorlijk laag daar, hè, zo. En dan langzaamaan loopt hij op, althans langzaamaan, dan neemt hij best wel even een sprongetje. Dan komt de onzekerheid er ook al in, dat zien we ook, hè, vanaf hier ongeveer tot daartoe. Dan zie je de grote verschillen komen. Dus eigenlijk tot volgende week woensdag, donderdag is behoorlijk zeker. En dan gaat die temperatuur omhoog. Hoe hard? Dat is even de vraag. Maar dus echt nog wel vrij koud komende week. Niet heel warm. Wat gaat de neerslag doen? Nou, niet heel veel bijzonders. Eigenlijk komt de neerslag pas, lijkt erop, als later weer echt op gang. Maar ja, we weten het ondertussen. Het is dat we gisteren behoorlijk wat regen hebben gehad. Maar vandaag valt het qua millimeters bij ons ook wel weer erg mee of tegen, net hoe je het wil zien. Dus we moeten maar afwachten of het vanaf die donderdag nog wel gaat regenen. De kans bestaat, we hebben het net gezien, lage druk in de buurt. Dus het zou kunnen. Goed, gaan we nog even het plaatje verderop kijken voor de komende dagen. Hè? Eigenlijk het staartje. Nou, dan zien we morgen dus graad 17 met best wel wat kans op regen. Ik heb 3 mm staan, maar buien zal het even afwachten. Een matig tot vrij krachtige westenwind. Maandag dan 18 graden, misschien nog een millimeter noordwestenwind. En dan dinsdag is het tijdelijk even een droge dag. De wind komt dan uit noordelijke richting, maar is wel wat zwakker van kracht. Dat zagen we ook, hè, weinig storingen, weinig kernen in de buurt. Eigenlijk de lijnen van gelijke luchtdruk, die lagen best wel ver, liggen dan best wel ver uit elkaar. Goed, gaan we nog even naar de woensdag en de donderdag kijken. Woensdag dus 19 en donderdag dan al richting 20, 21 graden. Dan stroomt er al wat warmere lucht binnen. De kans op neerslag is dan wel weer wat groter. Ik heb hem op nul staan, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar het kan zomaar een bui vallen en dan kan er toch wat neerslag vallen. Maar ja, en dan vanaf donderdag, dat zagen we natuurlijk eigenlijk al op die kaarten die we ook zagen. Dan gaat dat hoge drukgebied het weerbeeld bepalen. En dan gaat de wind om naar oost. En dan stroomt warmere lucht binnen. Dus vanaf vrijdag, zaterdag die kant op gaat de temperatuur echt behoorlijk oplopen. Kortom, kort samengevat. Morgen, maandag, dinsdag, woensdag. Redelijk fris weer. Redelijk wat wind ook. Dinsdag tijdelijk wat minder. Wel steeds meer iets ruimte voor de zon. En ook tegelijkertijd wel een afname qua neerslag. En dan eind volgende week wordt het warmer. Kans op neerslag blijft nog even bestaan. Maar dan wordt het echt richting vrijdag, zaterdag gaat het ongeveer 24, 25 graden zelfs. Goed. Geniet nog even van dit weer. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik geniet er echt van. En fijne dag verder gewenst.